Hey, welkom op mijn kanaal. Vandaag test ik de make-up producten uit van de HEMA. Ben je ook benieuwd welke mijn go-to producten zijn? Volg dan maar snel mee en kijk hoe ik deze make-up heb gecreëerd. Zoals altijd starten we eerst met een primer. Een primer zorgt ervoor dat je make-up veel langer en veel mooier op je huid blijft. Dit is een mattifying primer. Het is parfumvrij, dus zou in principe voor elk huidtype moeten lukken. En het goede hieraan is, als je wat last hebt van open poriën, gaat deze ervoor zorgen dat je make-up langer blijft en niet zo in die poriën kruipt. Dus deze is een goede voor vette huid, maar ook voor een gevoelige huid, eigenlijk voor elk huidtype. Je gaat de primer ook aanbrengen waar dat je het meest nodig hebt. Dus dit is een mattifying primer. Waar heb ik het meeste glans? Is op het voorhoofd, rond mijn neus en de kaakzone eigenlijk hier en op mijn kin. Dus je kan dat ook puur centreren. Je kan zeggen, ik doe mijn primer alleen maar op die plaatsen. Je kan het ook op je hele gelaat doen. Het hangt er een beetje vanaf waar je focus eigenlijk ligt. Ik ga het op heel mijn gelaat aanbrengen. Nu, ik zie zelf dat mijn glans op mijn gelaat veel minder is. Mijn poriën zien er kleiner uit. Dus daardoor gaat mijn foundation er veel mooier op terechtkomen, of mijn poeder. Hij voelt iets stugger aan. En er zit toch wel een kleine geur in. Niks storend, maar ik ruik toch wel iets. Maar dat is ondertussen al lang verdwenen. Maar ik vind hem zeker fijn. Hij voelt heel lucht aan. Niet trekkerig, niet plakkerig. Hij is eigenlijk direct in de huid getrokken. Dus voor mij is dit een goed product. Nu, je hebt soms van die dagen dat je huid gewoon niet mee wilt. Dat is echt van nee. Vandaag nee verder. En dan denk ik, allee, een beetje foundation. Nee. Een beetje blush. Nee. Dus dan denk ik, oké, ja. Dus ik zal doen met wat ik heb. Dus dan doe ik eigenlijk voornamelijk een primer en poeder. Een beetje concealer komt er dan bij ook nog. Maar dan probeer ik mijn huid met rust te laten, omdat die blijkbaar niet in stemming is om meerdere producten op de huid te hebben, zoals foundation. Het lukt mij dan ook echt niet om mijn foundation mooi op aan te brengen, want dan begint dat te glijden, ongeacht de foundation, begint dat te glimmen en te glanzen. Dan denk ik, nee, gewoon basic. Dus dat is wat ik nu ook ga doen. Ik ga echt een basic basis aanbrengen, een beetje concealer en hierover een poeder, wat blush en je gaat zien, geeft eigenlijk een super mooi resultaat. Van concealer heb ik de Under Eye Concealer. Dit is altijd het leukste gedeelte dat je kan draaien, totdat het product er uiteindelijk uitkomt en helemaal uit floept. Dus ik ga het rustig aan doen, ik ben meestal te enthousiast en dan heb ik veel productverlies. Dus draai. Serieus? Ah, kijk. Het begint te komen. We gaan zien wat het geeft. Hè. Dus dit is de kleur, een zachte beige tint. Je kan concealer aanbrengen met een borstel, met een beauty blender. Maakt niet uit met wat. Voor het gemak ga ik het nu gewoon met mijn vingers doen. Van kleur is hij ideaal, vind ik. Hij is niet te dikkend wel. Dat is het enige wat mij wel heel sterk opvalt. Natuurlijk had ik dat ergens verwacht, niet zo. Maar hij is goed als basis, sowieso. Als je foundation gaat gebruiken, ga je sowieso wel meer een dikkend effect hebben. Nu is het echt de bedoeling om het zo natuurlijk mogelijk te houden. En dan kan deze eigenlijk perfect. Vindt hij echt wel... Well done, Hema. Nee, ik vind hem echt wel een heel tof product. Hij verdoezelt een beetje die roodheden hier dat je ziet op mijn kaken. Maar niks dat je zegt van er zit zo'n kwak op. Dus nee, zeker mooi. Ik zei dat ik een basic look ging aanbrengen voor het gelaat. Dus de concealer is al aangebracht en nu begint met de poeder. Ik ga een compacte minerale poeder gebruiken. Het goede met minerale poeders is dat deze altijd wel heel mooi op de huid terechtkomen. Deze kleur is het nummertje 4. En is eigenlijk een zachte bruine tint. Oei. Voilà.
kan met een redelijke dikke borstel kan je die aanbrengen. En dan ga je een voller resultaat, een dikkender resultaat krijgen. Wil je het luchtiger aanbrengen, dan pak je een iets meer fluffy brush. Ja, het is een mooi naturele poeder. Ik ben blij. Nu, een beetje contouren kan zeker geen kwaad. Een klein beetje highlight kan ook geen kwaad. Zij hebben het palet in nummer 1 Warm. Dat is een contouring face powder. Dat is deze. En je hebt eigenlijk een highlighter. En deze is meer een, ja, als een contour dat je kan gebruiken. Een bronzing powder. Blush. Ja, ik vind het wel een heel mooie tint. Geeft direct een heel warme, volle kleur op je wangen. Ja. Er zit veel pigmentatie in. Je ziet ook wel vaak dat ze regelmatig, als je blush aanbrengt of bronzingpoeder, dat ze eigenlijk ook echt op het voorhoofd gaan. Ik had dat in mijn vorige video gezegd, dat je in die 3 kon gaan. Waarom is dat? Omdat eigenlijk ga je dan meer warmte in het gehele gelaat brengen. Als je alleen maar gaat focussen hier, heb je zo in een keer hier warmte. En de rest van je gezicht niet. Dus het is eigenlijk beter dat je echt wel in die 3 zou je bronzer of je blush aanbrengen, blush als het niet te rood is, omdat je dan echt wel het warmte over heel je gelaat gaat verspreiden. Dat maakt het een mooier geheel in het algemeen. Even ertussen, highlights breng je best aan net boven waar je je blush hebt aangebracht. Niet te hard, niet te hard, mag wel, maar eigenlijk breng je hem best even hier aan. Wat ze ook zeggen dat je hem kan aanbrengen is echt net boven je wenkbrauw. Beetje op je neusbrug, niet volledig, want anders krijg je echt dat glimmend effect. En boven, net boven je lippen, hier op dat bovenste randje. Dan krijg je eigenlijk zo'n mooie, mooie glow rondom je lippen en eigenlijk over je gelaat. Net zoals met je bronzer gaat dat ervoor zorgen dat eigenlijk alles mooi in zijn geheel is. Dat de shine in zijn geheel is op heel je gelaat. Ja, wat dan? Ja, deze is echt wel... Stop, Vele, stop. Beetje verzachten. Beetje in elkaar laten blenden. Ja, deze is echt wel een topper qua glow. Vind ik wel echt super goed. Eigenlijk vind ik deze tot nu toe van... Ze allemaal, die contour en face powder, echt wel super mooi. Nu de wenkbrauwen. Nu, ik wou deze eens proberen, dat is de eyebrow pen. Maar ik ben een beetje benieuwd. Het is zoals een stiftje. Zie je? En... Dit is wat je kan verwachten. Dus oftewel wordt dit heel mooi. Oftewel heb ik 2 lijnen onder boven mijn ogen. Dit doet echt super, super natuurlijk, hè? Je ziet geen strepen, je ziet geen lijnen. En het... Het blendt eigenlijk heel mooi in met mijn eigen kleuren. Dus voor iemand met donkere wenkbrauwen is deze zeker een aanrader. De lichtbruine dus. Alhoewel, ja. Als je nog niet gewoon bent om wenkbrauwpoeder, wenkbrauwborstels, wenkbrauwpenselen te gebruiken... Deze is echt uw go-to voor mee te starten. Echt waar, ik vind die zo goed. Van oogschaduw hebben zij verschillende paletten waar er 5 kleuren in zitten, 2 kleuren in zitten. Je kan 1 kleur pakken. Ik ben voor de 5 kleuren gegaan.
En hier zitten eigenlijk verschillende tinten in. Dat is de verpakking. Zie je? En van binnen is er een spiegeltje. En dan heb je de kleuren. En een propere borstel ga ik dan lichte terug hier aanbrengen. Dus terug een beetje highlight erin brengen. Als potlood heb ik een mooie goudbruine tint gekozen. Deze is eigenlijk echt zo, ja, doet zo de herfst opwekken. Nu, voor mascara heb ik er twee verschillende genomen. Waarom? Omdat je hebt de gewone mascara en je hebt de sensitieve mascara. En vaak heb je zo het gevoel dat als ik een sensitieve mascara neem, want die zou ik rapper naar neigen om te gebruiken. Elke keer als ik er zo'n sensitieve heb genomen, heb die meestal zo net niet genoeg volume, net niet. Dan zie ik nooit niet dat verschil. En dan ga ik rapper naar, like bijvoorbeeld deze is het 3D-effect. En denk ik, oké, deze ga ik zo... Alleen van die wimpers dat je nu kunt zien waar je loopt. Dan denk ik, ik ga liever voor zo'n. Let's try it out. Dus ik ga één oog sensitief doen en één oog 3D. Dus... ik zie niet zo heel veel effect. Alleen voor mij... Ja... Allee, er is wel mascara op, dat zie ik, maar niet spectaculair. Nee? Ik zal gewoon doen. Maar hier, deze, van de Sensitive, geeft direct veel meer volume. Maar dat de 3D, wat logischerwijze veel meer volume zou moeten geven, is eigenlijk... Echt eentje waar je, ja, ik verschiet er zelf van. Voor een sensitief mascara, dat me zoveel volume geeft. Last, and but not least, zijn de lippen. Melting Lip Butters. En die zijn met eigenlijk zo'n sponsje. Ik heb hem al eens gebruikt omdat ik ze zo leuk vond. Het grappige is dat die ook echt heel boterachtig ruikt. Maar ik vind deze zo fijn. Want het verzorgt je lippen tegelijkertijd. En zeker met nu deze periode dat gaat aankomen. Als het wat kouder wordt, het is wat regenachtig. Stel, je zit op de fiets. En dan merk ik altijd als ik op de fiets zit, denk ik altijd... Ik heb mijn lippen dingen vergeten. Dus nu steekt er in mijn hand steekt er eentje. En ik heb nog eentje in mijn andere hand. Dus ik heb er twee. Een lichtere en een donkere. En deze lichtere. Maar ik vind die supergoed, omdat ze plakken niet... En ze geven eigenlijk een hele mooie shine op je lippen zonder direct echt een hele zware lipstift te zijn. Nu, wat is mijn conclusie van alle make-up producten van de HEMA dat ik net heb gebruikt? De oogschaduw ben ik niet zo tevreden van, omdat de pigmentatie voor mij niet sterk genoeg is. Ik heb mijn oogschaduw moeten aanbrengen, een beetje moeten blenden. Door het blenden heb ik die oogschaduw terug moeten aanbrengen. Dus voor mij was dat echt niet zo'n super top product. De primer, de concealer en de poeder waren op zich wel goed. Maar ik zou er niet voor terug naar de winkel lopen om ze opnieuw te gaan halen. Daarvoor heb ik al andere, betere producten voor mijzelf. Dat ik uit kan kiezen. Dus die heb ik liever
ja, die zal ik niet opnieuw kopen. Wat ik wel heel goede producten vond, dat zijn er vier. Dat is namelijk de Melting Lip Butters. Daar heb ik ondertussen twee van. Die vind ik echt super tof. Wat ik aangenaam verrast van ben, is de Eyebrow Pen. Echt waar, deze is echt een aanrader. Prijs-kwaliteit gezien is die echt top. Dus deze vind ik echt wel, hoort er gewoon bij. De mascara, de Sensitive Mascara, geeft een enorm volume. In principe voor iedereen ook, hè, met lenzen, als je gevoelige ogen hebt. Deze is echt wel heel fijn. Geeft enorm volume, lengte. Ik ben er echt van onder de indruk. Het is de eerste keer dat mascara zo'n effect geeft bij mij. En dan de Contour Face Powder. De pigmentatie hierin van beide producten is echt wel enorm. Je ziet de shine zit er nog altijd, met een bronzer zit er nog altijd. Dus sowieso deze vier. Wacht, hè. Mooi presenteren. Deze vier zijn degene die ik echt zelf zeg van deze zou ik opnieuw kopen. Hebben jullie al producten gebruikt van de HEMA? Zijn er go-to's waarvan je zegt, Veerle, ik heb dit product gebruikt en dat vind ik echt mijn go-to, all time, every day? Laat het mij zeker weten. Ook al zijn er wat producten die je misschien minder hebt gebruikt, ik ben altijd heel benieuwd naar jullie feedback. Geef het een thumbs up. Als je de video leuk vindt, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week. Dag!